Helene Hendricks heeft zich bewezen als een grote ster in de Nederlandse televisiewereld, vooral met haar talkshow De Oranje Zomer, die zelfs tijdens de Olympische Spelen de nummer 1 was. Met een gemiddelde kijkdichtheid van 682.000 kijkers per week overtreft haar show zowel Studio Parijs, 654.000, als Humberto a Paris, 434.000. Dit succes lijkt haar een geduchte concurrent te maken in het televisielandschap. Maiko Valentijn van Group M prijst Helene's prestatie... en merkt op dat haar talkshow, die om 21.30 uur begint... indrukwekkende kijkcijfers behaalt. Zelfs tijdens sportevenementen zoals atletiek en zwemmen. Deze prestaties benadrukken haar sterke aanwezigheid op prime time. Desondanks werpt het AD een kritische blik... op de tevredenheid van SBS 6 met de kijkcijfers van Hendricks, Hoewel haar algemene cijfers indrukwekkend zijn... Blijkt dat de show minder goed presteert bij de commercieel waardevolle doelgroep van 25 tot 54 jaar. In deze demografische groep trok Hendricks afgelopen week gemiddeld 85.000 kijkers, terwijl Studio Parijs 147.000 en Humberto A Paris 99.000 kijkers stelden. Dit wijst op een oudere kijkersbasis voor Hendricks' show, wat mogelijk minder aantrekkelijk is voor adverteerders die zich richten op een jonger publiek. Mediastrateg Evert Bronkhorst legt uit dat het jongere publiek meer gefocust is op sport en inhoud, wat hen vaker naar shows zoals die van Dione trekt. Deze voorkeur betekent dat er minder ruimte is voor het soort entertainment, zoals grapjes en muziekoptredens, die Hendricks show kenmerken. Kortom, terwijl Helene Hendricks zonder twijfel een prominente rol speelt in de Nederlandse televisie, blijven er vragen over de commerciële impact en de aantrekkingskracht van haar programma op de jongere kijkers.